Het was wellicht onvermijdelijk, Rob Kemps, die na zijn succesvolle deelname aan de slimste mens op handen werd gedragen, heeft zijn eigen imago volledig zien afbrokkelen en verliest nu zijn exclusieve en daarmee lucratieve contract bij SBS 6. De snelheid waarmee zijn televisiecarrière in duigen lijkt te vallen, is opmerkelijk. Na lovende woorden en zelfs een uitje naar Parijse begraafplaatsen met Matthijs van Nieuwkerk, maakte Kemps een desastreuze overstap naar SBS 6. Een reeks van televisieflops, Gekoppeld aan het verlaten van zijn jonge gezin voor een achtergronddanseres heeft zijn reputatie ernstig geschaad. Het einde van zijn exclusieve contract bij SBS 6 wordt onthuld door Tina Nijkamp, voormalig programmabaas van de zender, tijdens haar podcast Tina's TV Update. Ze deelt mee dat Kemps contract in juni afloopt, maar dat hij zal overstappen naar een freelance contract. Dit betekent niet dat hij de zender volledig verlaat. Hij behoudt zijn positie en krijgt de kans om als freelancer aan de slag te gaan. Het exacte programma waar hij aan zal werken, blijft nog in het duister gehuld. SBS6 lijkt niet langer vast te willen houden aan een exclusieve verbindenis met Rob Camps. Hij krijgt de vrijheid om elders zijn talenten te tonen, misschien zelfs bij andere zenders of streamingdiensten. Het lijkt erop dat freelancen in de televisiewereld een opkomende trend is, waarbij bekende gezichten zoals Winste Gerstanovic, Harm Idens en Patrick Lodiers de weg vrijmaken als zelfstandige presentatoren. De situatie rond Rob Kemps roept vragen op over de toekomst van andere televisiepersoonlijkheden, zoals het aflopende contract van RTL 4-ster Edson D.A. Grasa in de zomer. Tina Nijkamp speculeert dat hij waarschijnlijk een verlenging van twee jaar zal krijgen, maar de dynamiek in de televisiewereld blijft onvoorspelbaar. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de verschuiving naar freelancecontracten een hedendaagse trend is die ook in de toekomst de televisiewereld zal blijven beïnvloeden.